Vraagvuur is te gast in Hartje Amsterdam, op de hoek van de Kloveniersburgwal en de Raamgracht. Er is ontzettend veel commotie in de buurt. Er is een actiegroep opgericht, No Soho. Er hangen overal plakaten voor de ramen. En Ben van Duin staat hier naast mij. Jij hebt ons gemaild over No Soho, over de actie. Wat is No Soho? No Soho is een actiegroep opgezet in deze buurt vanwege de komst van het dreigende komst van Soho House in het achterliggende pand, het Weekbladpersgebouw, wat verkocht moet worden. De bedoeling is dat er een hotel ingevestigd wordt met 38 kamers. Nou, is dat nog misschien lijkt te overzien, maar het gaat wel in zijn totaal om horeca van 4000 vierkante meter. Die 4000 vierkante meter moet gekocht worden en geëxploiteerd worden. Dat betekent dat het alleen maar rendabel is als daar heel veel mensen op afkomen die vervolgens ook flink wat innemen. En dan kunnen dat creatives zijn, waar Soho House dan voor bestemd is. Dat gaat overlast geven. Er komen taxis, er komen vrachtwagens om te laden en te lossen. Het wordt gewoon een totaal gekkenhuis hier. In een buurt die al overstelpt is met hotels. Dan kunnen ze natuurlijk heel erg leuk zeggen, dit is een sociëteit. Dit is iets heel anders en het is alleen maar voor creatives. Dus het is een heel ander soort toerisme. Onzin. Er komen gewoon hier 200, 250 mensen minimaal per dag naartoe. Dat betekent een enorme druk op deze omgeving, waarvan ik net al zei, daar zit een hotel. Daar verderop zitten een aantal hele grote hotels. Hier op de gracht om de hoek zit een klein hotel. Daar verderop zit de jeugdherberg. Het is hier al vergeven van de toeristen. En er is hier al voldoende accommodatie in de buurt. Dus dat kan een probleem niet zijn. Sorry, je wou iets vragen. Ja, want waarom vindt de politiek dit goed dan? De politiek, waarom ze het goed vinden, is mij niet helemaal duidelijk. Dat is ook de vraag die ik stel aan de politiek. Waarom willen zij tegen de wil van de bewoners in dolgraag een Soho House hier hebben? Er wordt geroepen, Amsterdam moet bij de top 5 van de steden horen. Zonder Soho House kunnen we daar niet bij horen. Ja, kijk, als we op dit soort naïeve manier met internationaal grootheid omgaan, dan kan je een heel eind komen, in de politiek kennelijk. Maar in de werkelijkheid zitten de bewoners met de gebakken peren straks. En wat hebben jullie tot nu toe ondernomen? We hebben een website opgezet waarop inmiddels al, ik meen, iets van 1000 mensen een petitie ingediend hebben. Dus ondertekend hebben, maar ook zelf tekst en commentaar hebben voorzien. Dat zijn allemaal bewoners uit deze buurt. Er is een informatieavond geweest in de Zuiderkerk hier om de hoek, waarbij de projectontwikkelaar aanwezig was, die ons uitgelegd heeft wat een prachtig plan het is en daarbij nogmaals bagatelliseerde welke impact het op de omgeving zou hebben. Wij weten wel beter. Wij weten wat er hier gaat gebeuren. Het wordt een drama. Deze smalle gracht hier staat straks vast. Deze hoofdverkeersader, hier zo, de Kloveniersburgwal, wat als een hoofdverkeersader aangeduid wordt door de gemeente, staat straks vast. We hebben hier straks met immense problemen te maken die nu al aanwezig zijn en straks alleen maar erger worden. En de buurt zegt, genoeg is genoeg, het moet afgelopen zijn. En wat wilt u nu van de politiek? Moeten ze naar u luisteren? Ja, tuurlijk. Maar wat verwacht u nou van de gemeenteraad? Ja, het probleem is dat Caroline Gerels al een brief heeft gestuurd aan Soho House, waarin ze van harte verwelkomt. Dus die kan alleen maar met enorm gezichtsverlies deze plannen vervolgens weer torpederen. Dus wat de gemeente gedaan heeft, is mensen uitnodigen op hun feestje, maar vergeten dat het feestje gegeven wordt door de bewoners. En dat is natuurlijk van de gekken. En dat gebeurt telkens in Amsterdam met allerlei dingen die de gemeente opzet en waar de bewoners het nakijken hebben. En vervolgens komt er een inspraakprocedure en geluisterd worden, ho maar. Dus u wil dat de procedure anders verloopt en dat de gemeenteraadsleden naar de bewoners luisteren? Wij willen dat de gemeenteraadsleden naar de bewoners luisteren en dat er een eind komt aan deze plannen en dat er liefst woningbouw of iets dergelijks in dit gebouw komt. Het bestemmingsplan moet toch veranderd worden als er een hotel komt, dan kan er ook net zo goed woningbouw in. Het zijn een paar kolossale panden waarbij een prachtig monument staat en waar een schuilkerk in zit. Daar kan van alles mee gedaan worden, daar hoeft niet per se een sociëteit voor creatives in. Dankjewel, we gaan het uitzoeken. Dankjewel.